Van harte welkom, een nieuwe aflevering van het Koetshuis met twee gasten, twee bijzondere gasten. Joost Reus van de gemeente Culemborg en tevens voorzitter van het dagelijks bestuur van de AFRI. En de directeur van de AFRI, dat is Erik de Vries. Heren, van harte welkom. Voordat we beginnen met het gesprek, sympathiek en top dat jullie hier zijn. Want de AFRI ligt aardig onder vuur en dan gaat het met name over het plaatsen van de containers, het invoeren van Diftar. Joost, om jou te beginnen, stinkt dat zaakje? Nou, ik wist... Hartelijk dank voor de uitnodiging, want het is goed om even wat misverstanden recht te zetten over AFRI en zaken. Nee, het stinkt absoluut niet. We zijn bezig met een proces om die containers op een goede manier neer te zetten. En we vinden wat tegenslag en dat gaan we oplossen. Ja, dat proces, kunnen we dat nu herstellen? Is dat wel goed aangevlogen? Nou, dat is zeker goed aangevlogen. We hebben heel zorgvuldig dat hele proces in elkaar gezet. We zijn begonnen in 2016. Met elkaar afspraken te maken over wat willen we nou eigenlijk met elkaar. Mm-hmm. En toen hebben we gezegd van we willen terug van 120 kilo restafval naar 75 kilo restafval in 2020. Waar kwam dat vandaan, dat idee? Nou, het Rijk heeft doelstellingen op het gebied van circulariteit. Het is eigenlijk ontzettend jammer dat er nog zoveel grondstoffen in het restafval zitten. Iets van 70% van het restafval bevat nog grondstoffen, goede grondstoffen die we kunnen gebruiken. Nou, het is natuurlijk doodzonde dat de verbrandingsoven ingaat. Dus het feit dat we die willen recyclen, willen hergebruiken, nou, dat is een belangrijke doelstelling. Dat vindt de Rijksoverheid ook. Dat hebben wij hier overgenomen. Dus we hebben in 2016 gezegd, we willen toe naar 75 kilo restafval in 2020. Nou, vervolgens krijg je de vraag, hoe gaan we dat dan doen? En dan komen we bij Erik uit, want die heeft daar natuurlijk destijds over nagedacht. Ja, daar hebben we voor de politiek een plan gemaakt over hoe we dat gingen doen. En ook verschillende varianten neergelegd over hoe je die 75 kilo in 2020 zou kunnen halen. Want er werd al gescheiden, hè? Met papier en met andere zaken, ja, GFT. Wat je noemde net al eventjes Diftar. En dat was eigenlijk de eerste ontwikkeling die we hebben ingevoerd. Dat was in 2014. Dat was eigenlijk dat je ging betalen voor elke keer dat je de bak aan de weg zet. Mm-hmm. Daarmee kwam er echt een duidelijke financiële prikkel om beter te gaan scheiden. En dat heeft destijds al heel goed gewerkt, want toen zijn we al van zo'n 220 kilo restafval per inwoner per jaar naar 120 kilo restafval per inwoner per jaar gaan. Dus bijna een halvering. En ja, nu moeten we de volgende slag gaan maken. Afval is big business. Als je teruggaat in het gewicht, ook minder omzet. Ja, maar goed, wij zijn geen commercieel bedrijf, dus wij proberen niet zoveel mogelijk restafval binnen te halen. Wij zijn de uitvoeringsorganisatie voor de 10 gemeentes. Dus als de opdracht is om juist zoveel mogelijk grondstoffen binnen te halen en zo weinig mogelijk restafval, dan is dat hetgene waar wij aan werken. Goed, vervolgens gaat het proces verder. Dat Diftar, daar is voor gekozen. 10 gemeentes in totaal is de AFRI. Tiel was daar bijvoorbeeld niet voor. West-Maas-en-Waal ook niet. Maar dan? Nou ja, 2017 hebben we een discussie gehad met alle gemeenteraden. Uiteindelijk twee systemen naast elkaar gewogen. Of dat omgekeerd inzamelen met die ondergrondse containers. Mm-hmm. Of een vierde container erbij. Nou, uiteindelijk hebben we 8 gemeenten gekozen voor die ondergrondse container. En 2 zeiden van nou, we hebben liever een vierde container. Waarom was dat? Nou, omdat Tiel en West-Maas-en-Waal waren. Die zeiden van nou, we zijn bang voor bijplaatsingen. Hè, dat er meer zwerfafval komt. Was al zichtbaar in de stad zelf ook? Ja, nou ja, daar heeft hij last van. Daar werken we ook aan als AFRI om dat te voorkomen. We hebben met elkaar afgesproken dat we één basispakket hebben voor het ophalen van het huishoudelijk afval. Ja, was dat achteraf gezien nou wel zo slim om voor één systeem te kiezen? Je ziet Diftar bijvoorbeeld in de landen, hè, dat men weer terugkomt daarop. Maar dat heeft te maken met grootstedelijke problemen. Dus bijvoorbeeld Rotterdam, Amsterdam. Omdat men eigenlijk te weinig plaats heeft om bepaalde zaken neer te zetten. En je bent afhankelijk van hoe de mensen het vuil scheiden. Ja. Maar goed, we hebben AFRI ooit opgericht om zo efficiënt mogelijk het huishoudelijk afval op te halen. Tuurlijk. Tegen zo laag mogelijke kosten. De laatste jaren hebben we daar als doelstelling bij om het restafval zo ver mogelijk omlaag te brengen. Mm-hmm. Ja, die efficiëntie haal je alleen maar als je met elkaar samenwerkt en het op dezelfde manier gaat doen. Als je voor elke gemeente een apart traject gaat volgen, dan wordt het voor alle gemeenten duurder. Nou, dat kan, maar dat is toen een aantal jaren geleden niet voor gekozen. Toen hebben we gekozen voor één basispakket met één tarief. En dat betekent ook dat je met elkaar, met 10 gemeenten, tot overeenstemming moet komen wat dat basispakket dan precies inhoudt.
Ja. Nou, dat, maar goed, dat is... er is eigenlijk maar één hoofdstad van de Betuwe en dat is Tiel. De rest zijn plattelandsgemeentes. Dat is echt gechargeerd. Culemborg, hoeveel inwoners? 28.000, ja. Zaltbommel 26.000. Ja. Ja. Nou, Tiel steekt daar toch ver bovenuit. Logisch dat die dus altijd in de minderheid zullen zijn als het gaat om verschil tussen een stad en iets anders. Ja. Maar goed, ook in Culemborg hebben we grootstedelijke problematiek met allerlei problemen die op ons afkomen. Dus Tiel staat daar niet alleen in. Maar het klopt dat er in Tiel wat problemen zijn met bijplaatsingen. Nou, daar moeten we aan werken. Maar we hebben wel afgesproken met elkaar dat we één basispakket kiezen. Dat zijn de spelregels die we met elkaar hebben afgesproken. Heeft Tiel daar van tevoren niet over nagedacht of te weinig? Nou, ik denk dat ze erover nagedacht hebben, maar ook hebben besloten... Voor lief hebben genomen. Nou, het doel om zo efficiënt mogelijk het huishoudelijk afval op te halen, ja, dat was belangrijker dan dat maatwerk. Ja. Nou, nu komt vanuit Tiel het verzoek en ook vanuit West-Maas-en-Waal. Nou, we willen toch met elkaar gaan nadenken of we die gemeenschappelijke regeling die we hebben met Centine, of we toch niet andere afspraken met elkaar moeten gaan maken. Dus daar is nog een die discussie daar, gaan voeren. Daar is een opening. Zeker, ja. Goed, en toen kwam de storm van het plaatsen van de containers, dat het allemaal niet uiteindelijk gelukt is. Dat moet jou pijn doen. Jazeker, en niet alleen mij, maar ook de mensen in onze organisatie die hier natuurlijk afgelopen maanden keihard aan hebben gewerkt. Hè. Mm-hmm. Je moet je voorstellen dat dit voor ons echt een groot en een complex project is in een politiek gevoelige omgeving. En onze mensen hebben daar gewoon niet alleen overdag hard aan gewerkt, maar ook heel veel avonden. Want de inloopavonden, dat waren er zo 3 à 4 per week. En dan zaten we zaterdags nog op de bus, zeg maar, op de informatiebus. Ja, maar dus is kaart gewerkt. Die bus stopte er ook ergens halve weken mee, hè? Was dat niet al een voorteken dat het mis zou lopen? Nee, die stopte ermee, denk ik, ergens in oktober. Ja, okay. Het was een hele mooie bus, maar ook een hele oude. Goed, in augustus was eigenlijk al wel duidelijk dat het niet gehaald zou worden, het verhaal van de containers. Toen werd er ook al gecommuniceerd van, nou, er moet nu echt niks meer misgaan. Terwijl al aan alle kanten vraagtekens gezet werden. Ook door mensen... in het DB. Toch is het toen doorgezet. Ja, de planning was inderdaad heel erg strak op dat moment. En, maar de specifieke problemen waar we mee tegenaan liepen, zeg maar, in het plaatsen van de ondergrondse containers, ja, die ontstonden pas in oktober. Toen werden de eerste geplaatst en toen was ook bij het sluiftrekken werd duidelijk, zeg maar, dat eigenlijk de problemen met de niet voorziene kabels en leidingen veel groter waren dan van tevoren was aangenomen. Ja, een afwijking is er altijd, maar ja. Het was 50%, het was 80%, 30%. Wat ik zelf merk is dat, zeg maar, cijfers constant veranderen. En dat duidt er volgens mij op dat je het proces niet goed onder controle hebt gehad. Kun je dat achteraf aangeven dat het zo was? Nee, maar voor een deel hoort zoiets erbij, zeg maar. Hè. Dus je maakt bijvoorbeeld van tevoren een begroting, bijvoorbeeld over het aantal ondergrondse containers wat je nodig hebt. Ja, dat doe je op basis van aannames en berekeningen. Maar je weet ook, zeg maar, dat in de praktijk dat nog wel kan veranderen. Misschien komen er uiteindelijk minder, omdat je dingen slim kan combineren. Nu hebben we bijvoorbeeld een uitgebreid zeg maar, programma gevolgd waarbij we in gesprek zijn gegaan met de inwoners over de plaatsing van de containers. Nou, er waren er heel veel wensen waar we toch hebben gekeken, ja, kunnen we niet voldoen aan die wensen? Nou, dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we iets van 70 containers op dit moment extra aan het plaatsen zijn op basis van de gesprekken die we hebben gevoerd met de inwoners. Ja, als ik dat zijn gewoon extra's die ontstaan. Als ik kijk naar containers, in eerste instantie werd er gesproken over 320, uiteindelijk nu 514. Ja. Dat zijn er bijna 200 meer. Ja. Hoe zit dat zonder helemaal die diepte in te duiken? Ja, nou ja, dat wil ik zeggen. 2 jaar geleden dan ontwerp je zeg maar, zo'n nieuw beleid en doe je allerlei aannames. Bijvoorbeeld over het aantal ondergrondse containers. Dan ga je vervolgens met de gemeentes in overleg over waar moeten die containers nou precies komen. Dan hebben we een heel vlekkenplan gemaakt. Dus dan ga je veel meer de diepte in. Mm-hmm. En dan blijkt op basis van het vlekkenplan dat je gewoon een stuk meer nodig hebt. Nou, vervolgens hebben we ook gekozen voor een proces waarin heel veel tijd is besteed aan het gesprek met de inwoner over die specifieke locaties. Ja, en als je dan de instelling hebt, ja jongens, we houden niet strak vast aan ons eigen plan, maar we gaan zo kijken hoe we de inwoners zoveel mogelijk mee tegemoet komen. Dat is ook een uitgangspunt, hè, wat ook gaandeweg het proces gewoon aan belang heeft gewonnen. Ja, dan blijkt dat je er goed aan doet om nog extra containers te plaatsen. Nou, en dan doe je dat gewoon. En zo kom je dus in situaties waarin dat aantal gewoon toeneemt. En de centjes? Moet ik jou vragen, Joost, hè? Ja, nou ja, kijk, je hebt de projectkosten, hè, en de investeringen die met het nieuwe project gepaard gaan. Was daar al rekening mee gehouden? Nou ja, dat was ongeveer 9 miljoen.
En dat heeft voor- en meevallers en tegenvallers. Nou, die extra containers, dat is een tegenvaller. Een extra kosten, dat brengt dat met zich mee. Mm-hmm. Maar er waren andere posten waar we meevallers hadden. Dus grofweg kunnen we binnen het projectbegroting blijven. Wat nu aan de hand is, is dat we eigenlijk voor 2019 al ingecalculeerd hebben dat we de voordelen hebben van het nieuwe beleid. Het nieuwe beleid betekent dat we minder restafval hebben en meer opbrengsten van grondstoffen. Ja, He? Minder meer. Ja. Ja, dus we komen van 120 kilo restafval, we gaan naar 60 kilo restafval. Nou, dat betekent voor het AVRI minder kosten en meer opbrengsten van grondstoffen. Nou, die voordelen hadden we al vanaf 1 januari ingecalculeerd in de begroting. Mm-hmm. Maar omdat we het nu moeten uitstellen, wordt dat 1 juli. Dat betekent dat we voor 2019 wat extra kosten hebben, omdat we meer restafval met elkaar produceren. Nou ja, logisch. Dat zijn de kosten die we nu moeten maken, zeg maar, vanwege het uitstel van het project. Maar dat zijn eigenlijk kosten die we ook hadden gehad als we het project helemaal niet hadden gedaan. Als we gewoon het oude beleid hadden doorgevoerd, hadden we deze kosten ook gehad. Maar de boodschap daarbij is dat het uiteindelijk voor die inwoner niet meer gaat kosten. Waarschijnlijk. Nou, ten opzichte van de begroting 2019, we hadden al een voordeel ingecalculeerd. Mm-hmm. Dat voordeel hebben we pas vanaf 1 juli. Dus we moeten nu gaan kijken hoe we die begroting weer rond kunnen krijgen. Ja. Nou, we hebben een hele discussie gehad over de tarieven. In de zomer is dat begonnen. In oktober hebben we de tarieven, zeg maar, de richting bepaald als bestuur. Ja, en toen liep dat eigenlijk helemaal mis. D66, dat was de enige partij die zei van jongens, als we DIF daar invoeren, de vervuiler betaalt, dan moeten we kiezen ook daadwerkelijk voor, en er waren een aantal tariefstellingen, mm-hmm. tarief 1, dus dat we een relatief laag en een hoog bedrag hadden voor het verhaal van het gemiddelde inleven, of het standaardbedrag en wat er variabel binnenkomt. Ja. D66 was de enige. Uiteindelijk is er ook voor al die 10 gemeentes voor de vierde tarief was het, geloof ik. Hè? Dus eigenlijk wordt die persoon of dat gezin dat goed scheidt niet beloond. Ja. Dat had te maken met incongruente materialen en zo. Ja, maar we hebben deze zomer hebben we eerst gezegd van we gaan het variabele tarief verhogen en het basistarief houden we omlaag. Ja. Nou, dat heeft heel veel commotie veroorzaakt. Hè? Want mensen zeiden van ja, maar dan gaan wij zo ontzettend veel betalen als we veel restafval hebben. Met alle mogelijke consequenties van bijplaatsing en zwerfvuil. Nou, we hebben uitgebreide discussie gehad. In alle raden is die discussie gevoerd. Van nou, wat is nou het goede evenwicht tussen basistarief en variabel tarief? Ja. En daar is een compromis ingesloten. In oktober hebben we dat uitgebreid in het algemeen bestuur over gehad. Dat is ook in de pers verschenen. Nou, in december ligt die tarieventabel licht op tafel. En wat we nu moeten doen is kijken of die tarieventabel, of dat nog steeds past bij de nieuwe ontwikkelingen, zeg maar, als het gaat met het uitstel van het beleid. Ja, dat moet natuurlijk overboord en jullie kunnen van de sluier opnemen. Nee, het hoeft niet overboord. De richting die we nu verkennen is dat we de variabele tarieven die we met elkaar hebben afgesproken in oktober, dat we die handhaven en kijken of het basistarief, misschien kan het basistarief zelfs wel iets omlaag vergeleken met wat we in oktober hebben gezegd. Ja, we hebben de kerstman, of de Sinterklaas hebben we net gehad. En de kerstman die komt nog. Maar kunnen jullie dan hier iets bekendmaken van, nou, misschien is er nog wel een cadeautje voor die mensen uit de regio? Nou, dat gaan we nu aan. Dat zijn we nu op een rij aan het zetten. 20 december valt daar een besluit over. Mm-hmm. Maar de richting is dat we het variabele tarief, zoals we dat hadden voorgesteld in 2019, dat we dat handhaven. Basistarief gaan we nog goed naar kijken of dat hetzelfde moet blijven of iets omlaag kan zelfs. Waar praten we dan over? Nou, het gaat over enkele euro's. Okay. Maar dat betekent dat als mensen gaan scheiden, als ze nu al die 60 kilo gaan halen, dan betalen ze niet meer dan wat ze hadden betaald bij het nieuwe systeem. Alleen, de verwachting is, omdat het nieuwe systeem pas 1 juli ingaat, dat mensen tot die tijd nou, nog wat meer restafval produceren dan we hadden gedaan als we het nieuwe beleid hadden ingevoerd. Onlangs hebben jullie bekendgemaakt hoe het proces gelopen is, hè, met uitstel en ook bekendgemaakt van nou, we denken dat we 1 juli wel gaan halen. Ook daar worden vraagtekens bij gezet. Dat is op zich, kan dat logisch zijn. Heel veel mensen in dat algemeen bestuur, wethouders, afgevaardigden dus van die 10 gemeenten, daar werd veeltallig het verhaal gehoord, ik snap er niks van. Doet dat nou pijn of niet? Nou, het is natuurlijk het is een lastig verhaal om uit te leggen. Hè. Ik probeer het hier in enkele zinnen uit te leggen, zodat de kijkers dat snappen. Zeker. We gaan 20 december, hebben we gezegd, dan gaan we al de hele onderbouwing geven. In de raden zijn ook al verschillende vragen gesteld. Dus die antwoorden krijgen mensen gewoon.
Het is natuurlijk altijd vervelend als mensen het niet snappen. Nou, het is aan onze taak om dat op zo'n manier te brengen dat mensen het wel gaan snappen. Ik wil die kant op gaan, ja. Want communicatie, dat is een heel belangrijk ding geweest de afgelopen maanden. En daar is toch regelmatig wat fout gegaan, als ik zo vrij mag zijn om dat te zeggen. Mm-hmm. Maar ook daar, heeft dat te maken met kwaliteit van mensen? Nee, zeker niet. Het heeft te maken met hoe dingen in de media komen. Hè? Nu hebben we met elkaar afgesproken dat zodra er een bestuursvergadering is geweest, dan gaan we zelf een persbericht schrijven waarin staat wat er af is gesproken. Mm-hmm. Wat deze zomer gebeurde is dat de begroting op tafel ligt, die wordt naar de raden gestuurd. En de Gelderlander die haalt daar een facet uit en gaat daar een mooie kop van maken. Op zich klopt die, alleen het was niet het volledige verhaal. Nou, dan sta je als AVL met 3-0 achter, zeg maar. Dan moet je voortdurend dat gaan corrigeren. Ja, uiteindelijk als ik zie wat we doen als AVL 7-0 verloren. Ja, maar als ik zie wat we als AVL doen aan communicatie. Hè, iedereen krijgt een persoonlijke brief. Nu ook weer over het uitstel. Mensen krijgen volgende week allemaal een persoonlijke brief. Waarin staat dat we 1 januari niet gaan halen, dat het 1 juli wordt. Wat dat voor consequenties heeft. Dat ze tot 1 juli nog op de oude manier hun afval kunnen aanbieden. De afval en zo wordt regelmatig verspreid via Facebook, via de website, via Nieuws voor Raadsleden. Dus op allerlei manieren proberen we te communiceren. Alleen soms komen berichten in de krant, ja, wat net niet de kern raakt, zeg maar. Daarom ben ik zo blij om hier te zijn en het hele verhaal te kunnen vertellen. Zijn we voor? Ja. Erik, de druk moet immens hoog zijn geweest. En nog, hoe nu verder? Voor de organisatie, daar heb ik het over. Ja, wat ik al zei, we hebben heel hard gewerkt de afgelopen maanden om toch die 1 januari te halen. Nou, dan kom je die tegenvallers tegen. Dat is gewoon even slikken voor ons. Laat maar zeggen, dat was een dynamisch proces. Ja, dat is een dynamisch proces. Ja. Maar we gaan gewoon door. Dus dat betekent dat je nu vlak voor 1 januari toch even een aantal dingen toch nog anders moet doen. Hè. Bijvoorbeeld de hele routestructuur voor de inzameling toch weer helemaal anders. En zorgen dat er zometeen wel een goede afvalkalender ligt. Nou, daar wordt nu hard aan gewerkt. Zorgen dat je toch die communicatie, die brieven weer even aanpast. Dus er wordt ook heel hard aan gewerkt. En zo zijn er verschillende dingen die nu even op het laatste moment anders moeten. En voor de rest is gewoon vanaf januari weer verder met het zorgen dat al die containers onder de grond komen en het voorbereiden van de rest, zeg maar. Ja, Frank Groen van de gemeente Tiel, de wethouder die in het algemeen bestuur zit, die zei voor de camera van Omroep Gelderland van nou, er wordt nu wel zo hard gesteld dat 1 juli haalbaar is, maar ik moet eerst nog maar eens zien. Loopt ook een arbitrage bij de provincie en dat is met name, wat ik ervan begrepen heb, het verhaal maatwerk. Hoe is dat met de kennis van nu, zeg maar, voor jullie? En dan kom ik weer even bij jou uit, Joost. Ja, nou, ik heb verder niks meer gehoord van de provincie. Ik weet ook niet of het al is ingediend daar. Maar goed, ik heb gezegd, we hebben in 2016 die doelstelling met elkaar afgesproken. In 2017 uitgebreid gediscussieerd over welk systeem we dan gaan kiezen. In november is dat aangenomen met 8-2. Dus ja, het is niet zo dat we dat heel onzorgvuldig hebben gedaan. We hebben dat stap voor stap hebben we dat gedaan. Volgens de spelregels die we met elkaar hebben afgesproken. Dus ik kan me niet voorstellen dat de provincie zegt van dat is niet op een goede manier gedaan. Tiel moet niet huilen, is dat wat je zegt? Nou, wat Tiel heeft aangekaart en West-Maas en Waal ook, is we willen graag met elkaar het gesprek aan over of we toch niet wat meer maatwerk kunnen leveren. Ja. Nou, dat gesprek, dat gaat de volgend jaar gaan we dat doen. Dat heeft allerlei consequenties voor alle gemeenten. Dus in alle gemeenten moet die discussie worden gevoerd. Maar die opening ligt er. Maar dan moet je wel met z'n allen dat afspreken. Hè? Dus alle gemeenteraden moeten daarmee akkoord gaan als we dat op een andere manier gaan organiseren. Goed, helder. Weer even terug. Havri, maffiapraktijken, boeventuig, die De Vries, die moet weg. Dat zijn zaken die je hoort. Gewoon heel erg ongenuanceerd vaak. Wat voor de bühne groepen, dat is schijnbaar ook iets van deze tijd. Maar hoe dat beeld nu weer te keren? Heb je daar al over nagedacht? Je kunt je afvragen of je dat soort beelden ooit kan keren. En je moet er ook, rekening mee houden dat het eigenlijk maar een heel klein deel is van de maatschappij die zonder eigenlijk enige kennis van zaken dit soort dingen roept. Nou, je kunt ervan uitgaan dat als het over de AVRI gaat, dat het een issue is in Tiel, wat een gesprek van de dag is, nog steeds al maanden.
Dat is echt waar. Klopt. Gaat het niet alleen over het afval, hoor. Maar dat het een onderwerp van gesprek is natuurlijk heel goed. Hè. Dit afval, dat raakt mensen. Afval is emotie. Dus er wordt over gepraat. En daar zal soms op een bepaalde manier worden gekeken. Maar de benamingen zoals je net geeft, dat is feitelijk maar een heel klein deel van de bevolking. Dat zijn de reacties die je onder berichten ziet. En er zijn er al 30. Dat staat niet voor 40.000 Tielenaren. Nee, maar goed, als we een enquête gaan doen, dan zullen we maar eens niet aan gaan beginnen. Ja, maar het is wel zo dat mensen realiseren zich niet dat Avri eigenlijk van ons allemaal is. Hè? Precies. Ik bedoel, er zijn 10 gemeenten. Avri is geen commercieel bedrijf, maakt ook geen winst. Wat we doen is een begroting maken die precies op kiet speelt. Dus we houden geen geld over, we doen dat zo efficiënt mogelijk. Mm-hmm. Maar het zijn mensen die van ons zijn. Wij zijn zelf als 10 gemeenten, wij zijn eigenaar van de Avri. Het is ons bedrijf, het zijn onze mensen. Dus ja, dat mensen dan zeggen van zakkenvullers en... Alleen maar letterlijk, de troep opruimen. Ja, precies. Ja, dat doen ze heel erg goed, kan ik u zeggen. Wat blijkt dat uit? Misschien kun jij daar iets over vertellen? Nou, we hebben in het verleden wel tevredenheidsmetingen gedaan bij inwoners over de kwaliteit van ons werk. En daar scoren we heel erg hoog mee. Onze mannen en vrouwen doen het werk gewoon hartstikke goed. Die zorgen gewoon dat het afval geleegd wordt op tijd. Tuurlijk, maar daar worden ze ook voor betaald, kun je dan zeggen. Ja, maar er zijn in het verleden ook prijzen gewonnen. En dan niet de minste. Dat is leuk dat je dat noemt. We hebben ooit mee mogen doen in 2015 aan een wedstrijd van de overheid. De beste overheidsorganisatie van Nederland. En toen zijn we gedeeld tweede geworden, samen met het FIOD. Het CBS heeft destijds gewonnen. Maar het aardige waarom we mee mochten doen was omdat we gewoon bijvoorbeeld 5 jaar lang op rij de afvalstoffenheffing hebben laten dalen. Nou, daar hoor je niet zoveel mensen over, maar dat is van 2011 tot en met 2015 gebeurd. In die tijd hebben we ook voor gezorgd dat mensen die thuis zaten toch aan het werk kwamen. En mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt bij ons een kans kregen. Dat waren er maar liefst 65. En al ons personeel hebben we in die tijd opgeleid. Ik denk dat de helft van het uitvoerend personeel beschikte nog niet over een diploma. Nou, die beschikken nu over MBO 1 of MBO 2. En ons wagenpark bijvoorbeeld hebben we vergroend. De meeste wagens rijden nu op biogas. We hadden toen ook al de plannen voor een windmolenpark en een zonnepark. Ja, dat vonden ze zo bijzonder, zeg maar, wat wij in een aantal jaar neer hadden gezet. En van een achterstand echt naar een voorloper in onze sector waren gekomen. Dat we heel hoog hebben gescoord in die wedstrijd. Voel je je nou als directeur miskend? Want hoe, als je dit vertelt, nou, dan moet iedereen toch juichend langs de straat staan, terwijl de praktijk heel anders is. Je moet gewoon ook realistisch zijn, denk ik. Je hebt gewoon te maken met die emotie in de samenleving. Maar kun je niet zomaar naast je neerleggen? Nee, maar het is wel onderdeel van je werk. Dus als je het niet naast je neer kan leggen, dan moet je echt een ander beroep kiezen. Ja, oh, helder. Nog even terugkomend. Voor de camera van Omroep Gelderland zei jij, de druk was hoog en het was niet onze keus om dat zo door te zetten. Dus de politiek gaf de druk om het door te duwen. Is dat zo geweest? Nou, we hebben met elkaar afgesproken dat we 1 januari willen halen. Dat hebben we in 2017 hebben we dat gezegd. 1 januari 2019 proberen we dat. Gaan we dat doen. In de loop van 2018 merk je dat er een aantal zaken wat anders lopen dan we hadden voorgesteld. Wanneer speelde dat voor het eerst dat je dacht van nou? Nou ja, het begint natuurlijk al. We hadden eigenlijk de eerste containers willen plaatsen voor de zomer. Ja. Hè? En dan wordt het augustus. Dan hebben we steeds de vraag gesteld van lukt het nog? Nou, met de planning werd gezegd vanuit de AV-organisatie dat zal moeilijk zijn. Hè? Er mag niks meer tussenkomen, we kunnen het halen. Ja, en dan blijkt in de loop van oktober van ja, we komen toch zoveel problemen tegen met kabels en leidingen dat het gewoon niet haalbaar is. Nou, waarom hebben we gezegd van we willen toch per se op kijken of we 1 januari kunnen halen, is juist om die kosten waar ik het net over had, om te zorgen dat die zo laag mogelijk blijven. Oh, als we het uitstellen, dan leidde het tot hogere kosten vanwege dat we nog meer restafval ophalen. Nou, als we helemaal terugkijken en met de kennis van nu had ik gezegd in 2017, wanneer is de invoerdatum? Ja, dan hadden we wellicht voor 1 januari 2020 gekozen. Omdat we niet hadden kunnen voorzien dat we dit allemaal waren tegengekomen. Ja, maar er zijn toch genoeg signalen geweest in die tussentijd. Dan denk ik van jongens, dit moeten we helemaal niet willen met elkaar. En toch is dat proces doorgezet. Nou, we hebben elke keer steeds heel kritisch gekeken van kan het nog of kan het niet. En hoe kan het dan zijn dat eind augustus al gezegd werden, ook zelfs door mensen uit het DB,
we gaan het niet redden. En nou, dat je een rekensom maakt, nee, dat is niet officieel gezegd, maar het is wel aan meerdere bronnen gemeld. Mm-hmm. Als je rekensommetje maakt, dat je redelijk kon nagaan dat je het inderdaad ook niet zou halen. Nou, dat het krap zou worden en dat er niks meer tussen mocht komen, dat hebben we steeds gezegd. Maar dat, het, zeg maar, dat dit het niveau was waar de problemen van, die we tegenkwamen, ja, dat was duidelijk in de loop van oktober. Ja, toen hebben we op een gegeven moment gezegd, half november, van nou, nu moeten we echt een beslissing nemen. Het gaat niet in januari worden, het moet later. Maar nogmaals, wanneer werd dat precies duidelijk? 15 november. 15 november. Ja. Toen was, en voor jou? 14 november. Een dag eerder. En niet eerder? Had je nog altijd zoiets van, daar gaan we bij redden? Ja, er werd door onze organisatie keihard aan gewerkt. En ook door de mensen die we daarvoor in hebben geschakeld. Mm-hmm. En op dat moment was het beeld, zeg maar, dat het nog kon. Er is natuurlijk ook een projectleider bezig en die is continu aan het kijken of alles op koers ligt. Ja, want even voor de beeldvorming, hè? Want die containers die moesten natuurlijk rap die grond in. Hoeveel van die teams waren er nou bezig om dat te organiseren? Kun je dat vertellen? Het is een grote operatie geweest. Ja, volgens mij hebben we er 5 ploegen op werken, zeg maar. Dus het had gekund, zeg jij. Het had, zeg maar, met zicht op de finish. Ja. Zonder problemen had het gekund. Ja. Maar dan had je geen tegenvallers. Ja, we konden geen tegenvallers hebben, zo strak was de planning. Nou, die bleken er te zijn in de vorm van extra containers. En die kabels en leidingen die op veel meer plekken lagen dan we van tevoren hadden aangenomen. Ja, maar dat was voor een aantal plaatsen. Hè. Nou goed, zijn allemaal details. Hoeveel containers zitten er nu in de grond op dit moment, as we speak? Weet je dat ongeveer? Iets over de 100 volgens mij. Oké, okay, dus je moet er nog 400 gaan? Nee, dan heb ik het over de even kijken, van de volgens mij iets van 300 die we nog moesten. Dan moet ik je even... Het gaat mij om die datum 1 juli, ja. Hè? Ja, nee, maar goed, we hebben goed naar de planning gekeken. Zelfs rekening houden met 2 maanden vorst, zeg maar, dat we niet kunnen werken. Ja. Ja, dan is 1 juli haalbaar. Als er nog een paar containers zijn die op dat moment, hè, dat er al nog allerlei procedures lopen, dan kunnen we daar nog een bovengrondse voorziening neerzetten. Dus met die tegenvallers hebben we... Haalbare kaart. Ja. Kijk, als we voor de zomer hadden gezegd, we stellen het uit tot 1 juli, dan waren de kosten even hoog geweest. He, dus ja. Het maakt niet uit wanneer we het besluit hadden moeten nemen. Het had een hoop gedoe gescheeld. Het had in ieder geval de druk bij de AV-organisatie wat echt weggehaald. Ja. Maar wij zijn als bestuur natuurlijk ook, houden ook rekening mee met dat we de kosten voor de inwoners zo laag mogelijk willen houden. Maar jullie zijn verantwoordelijk voor het uiteindelijke imago van diezelfde AV. Dat klopt. Maar we willen ook graag dat de kosten voor onze inwoners zo laag mogelijk zijn. Mm-hmm. Dus daarom hebben we gezegd, nou, we proberen, als het haalbaar is, proberen we 1 januari te halen. Ja, tot dat moment komt dat je zegt, ja, nu moeten we echt zeggen dat het niet haalbaar is. En achteraf gezien, ja, kun je altijd wijzere besluiten nemen dan op het moment zelf. Er zijn geluiden om een onderzoek te starten, hè, van hoe is het proces nou gelopen met data erbij en wat er allemaal precies gebeurd is en hoe het in elkaar zit. Staan jullie daar als organisatie voor open? Zeker, ja. We hebben ook al zelf gezegd, van, nou, het zou goed zijn om zo'n groot project, de AVRI doet dat niet elk jaar. Sterker nog, de AVRI is natuurlijk goed in het ophalen van het reguliere werk. Zo'n project is best wel een grote zaak voor AVRI. Nou, daar moet je altijd van leren. Je moet altijd leren van waar hebben we nou steken laten vallen, waar had het beter gekund. Dus dat we dat gaan evalueren staat boven buiten kijf. Nou, ik vraag dat omdat ik het op zich een interessante casus vind. Ja. We hebben het gevolgd, niet alleen wij. Maar we zouden zelf ook wel eens een onderzoek willen doen samen met Omroep Gelderland. Er zitten een aantal onderzoeksjournalisten. Zou dat kunnen? Nou, dat gesprek kunnen we altijd aangaan, dat is geen punt. Nou, dat is dan weer een mooie kerstgedachte. Ja. Zullen we die dan maar eens meenemen? Tot slot, willen jullie nog iets kwijt als zijnde directeur van de AVRI en voorzitter van het dagelijk bestuur? Erik? Nou, wat ik in ieder geval wel belangrijk vind is, je kunt op heel veel manieren zeg maar, naar zo'n project kijken, maar het belangrijkste is denk ik ook van waarom doe je eigenlijk zo'n project en waarom is hier nou uiteindelijk voor gekozen? En dat is denk ik wel heel belangrijk, want het is makkelijk om tegen een nieuwe vorm van beleid te zijn, om of te kijken van wat er fout gaat en daarom te schieten. Maar je doet dit voor de maatschappij en voor de inwoners. En uiteindelijk moeten we echt naar een maatschappij toe waar zo weinig mogelijk restafval nog wordt verbrand en waar grondstoffen zo goed mogelijk worden benut. Enerzijds om de schaarste aan grondstoffen die gewoon ontstaat doordat we zoveel nodig hebben om die schaarste tegen te gaan. En anderzijds om te voorkomen dat al het restafval maar gewoon wordt verbrand.
Wat allemaal bijdraagt aan het broeikaseffect. Nou, de effecten daarvan die hebben we afgelopen jaren ook weer heel goed gezien. En die worden nog veel sterker. Dus dat is waarvoor we het doen. En dat maakt het niet altijd voor iedereen leuker. Maar het is super belangrijk dat we dit werk doen. Nou, hartstikke goede woorden. En dat klopt gewoon ook. Joost? Nou, ik sluit me wel aan bij de woorden van Erik. Snap ik. Het is heel belangrijk dat we dit beleid gaan doen. Hè, dat we minder restafval produceren. Ik wil ook complimenten maken aan de AVRI-organisatie, want er is gewoon keihard gewerkt de afgelopen maanden. En iedereen vindt het heel vervelend dat het niet lukt op tijd. Maar mensen hebben echt avonden, weekenden doorgewerkt. Er zijn allerlei inloopavonden geweest. Nou, dat is hartstikke goed gegaan eigenlijk. Dus ja, dat vind ik ook een compliment waard. Nou, dan gaan we met die woorden afsluiten. Mag ik jullie danken voor dit gesprek? Graag gedaan. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.